Donderdag 30 november hebben de leden van het CDA en de PvdA hun lijsttrekkers en kandidaten gekozen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De PvdA heeft Camille Gullicus aangewezen als lijsttrekker. Hij volgt Nathan Grades op, die eerder kenbaar had gemaakt te zullen stoppen met zijn raadswerk. Voor die fractie blijft Ben Brink de wethouderskandidaat. Bij het CDA werd Yvonne Zonstolk gekozen als lijsttrekker van die partij. Op nummer 2 staat Ton van Oostrom, die aangegeven heeft beschikbaar te zijn als wethouder. CDA-wethouder Henk Driessen heeft bekendgemaakt dat hij gaat stoppen met zijn functie en tevens niet meer beschikbaar zal zijn voor de Tielse gemeenteraad. Gemeentesecretaris Mirjam Oosterwijk heeft onlangs laten weten dat zij per 1 februari stopt met haar werk. Zij gaat haar carrière voortzetten in het bedrijfsleven. Bij GroenLinks Tiel heeft zich ook een nieuwe lijsttrekker gemeld, oudgediende gediende Oenel Seuze. Hij staat op nummer 1 van de lijst. Opvallend is de nummer 3 van die partij, Rolfo Manahutu. Hij was tot voor kort fractielid van ProTiel.